Welkom bij een nieuwe video op het Custom Nutrition kanaal. En ik weet niet wat er aan de hand is met deze tuin, maar er gebeuren hier altijd rare dingen. Jullie kennen misschien het filmpje met al die paarden hier. Ineens stonden er 4-5 paarden hier in de ochtend, 6 uur. En kijk nu. Ineens, gewoon op 31 januari, 6 uur voor het nieuwe jaar, heeft deze boom het begeven, jongens. Deze boom heeft 2023 niet gehaald. Hebben we ook camerabeelden van, zullen we ook in de video verwerken. Ineens viel die boom neer, boom, weg, kapot. We wisten natuurlijk wel al dat die een tijdje, dat die boom eigenlijk soort van dood was. Maar de boom moet weg nu, hij kan hem niet zo laten. Ik moet trouwens wel blij zijn dat niemand hier op dat moment liep ofzo. Dus ik ga wel even alle bomen controleren ook, want stel dat Adriaan straks hier ligt te kruipen of te lopen en er valt zo'n boom naar beneden, dan is het ineens niet meer grappig. Dus wat gaan we doen? We gaan hem, hoe noem je dat? Hakken. Hakken? Noem je het hakken? We gaan deze boom hakken. Mijn vader die doet altijd heel stoer dat ze vroeger in Kosovo elke dag bomen moesten hakken en dat hij daarom nu zo'n dikke armen heeft en zo. En hij vindt dat wij natuurlijk verwend zijn, zijn we eigenlijk ook. Want hij moest altijd de bergen in om hout te hakken, zodat ze de verwarming konden aanzetten thuis. Om het warm te krijgen in de winter. Dus zonder auto, met ezels of met paarden gingen ze de bergen in, hout hakken, naar beneden. En zo hielden ze hun huis warm in die tijd. En dat is weer het ene ding waar ik het altijd over heb, comfortzone. Wij leven in een comfortzone en hoe meer wij in die comfortzone leven, hoe zwakker wij als mensen worden. Want we hebben het allemaal veel te goed, we hebben lekker een verwarming thuis, we hebben lekker een groot bed. Financieel, we hebben uitkeringen, we hebben ziektewet, we hebben zoveel. Ook al is het een moeilijke tijd, daar niet van. Ik wil niet zeggen dat het allemaal, dat het super mooi is in 2023 nu, maar we leven goed vergeleken hoe ze vroeger in Kosovo leefden, of nog steeds zelfs. Of in Syrië, waar kinderen in de oorlog zitten, Palestina, Afghanistan, Irak, al die landen. Als wij een weekje daar zouden leven, zouden we heel blij zijn met wat we hier in Nederland hebben. Dus we leven hier in comfortzone en het maakt ons zwak. En hoe zwakker we zijn, hoe meer we klagen over alles, terwijl we het echt gewoon goed hebben. En dat is... dat is ook een beetje waar ik steeds meer mee bezig ben. Hard times create strong men. Strong men create easy times. Easy times create weak men. And weak men create strong times. En zo gaat het rondje rond. En ik denk dat we nu zitten in de easy times een beetje. En de easy times create weak men. En nu om helemaal terug te komen bij die boom, want ik begon bij die boom en ik weet niet waar ik nu beland ben helemaal met mijn verhaal. Maar mijn vader zegt dus altijd dat ik geen bomen kan hakken en zo. En aan de ene kant is mijn vader ook heel beschermend, want altijd als ik iets zelf wil gaan doen, zegt hij nee, ik doe het, ik kan dat. Dus ik ga nu gewoon zelf naar de fucking Hubo, of hoe heet dat winkeltje daar. En ik ga een bijl kopen en we gaan deze boom gewoon zelf klein maken. En dan kan mijn vader morgen hier naartoe komen en dan zeg ik, hier papa, ik heb ook handen, ik kan ook een boom hakken en ik snij mijn voet er niet af. Want dat zegt hij ook vaker, kijk uit, want die bijl kan jouw voet kapot maken, je kan je voet eraf hakken. Hopelijk lukt het en lig ik straks niet in het ziekenhuis, we gaan nu naar de Hubo. We leven in comfortzone, wij hoeven dit niet meer te doen om verwarming aan te hebben thuis. Wij hoeven alleen op een knopje te drukken en hebben het warm en dat maakt ons zwak en ik wil terug naar... ja, uit die comfortzone. We moeten soms gewoon uit die comfortzone om meer te bereiken in het leven. Net als in het koude water springen, net als hout hakken, net als sporten elke dag 2 uur. Dat doen ook heel veel mensen niet. Ik kan ook gewoon op de bank voor de tv liggen, film kijken. Kan, het kan. En niet gaan sporten. Maar toch ga ik even 2 uur knallen in die gym. Mezelf kapot maken. Volgende ochtend spierpijn. Ik heb gisteren leg day gehad. Vanochtend ben ik met moeite uit mijn bed gestapt. Omdat je al die discipline uit die gym, die neem jij mee in het leven, die neem je mee in het ondernemen, die neem jij mee in alles wat je in het leven doet. Onthoud mijn woorden, je hebt het nodig. En laten we gaan naar de Hubo, want het wordt vroeg donker. Huh? Nou jongens, onze deur is kapot. Normaal doe je dit zo. En dan gaat hij open. De routine is aan het stofzuigen, dus die hoort ons natuurlijk niet.
deur is kapot. Nou, Dorotina, wederom bezig met het huis. Alweer. Altijd hetzelfde, mijn god, hé. Oké. Jij doet binnen, ik doe buiten. Ja, dat is de takenverdeling. Ja, toch takenverdeling. Binnenhuis is voor de vrouw, buitenhuis is voor de man. Precies. Ja, toch? Wat ga jij doen weer? Ik ga die boom kapot maken. Ik ga even filmen, jongens. Even hier... Dori! What do you do for a living? I'm a housewife. Nee. Je verkoopt ook drillen, toch? Je maakt ook muziek. Ja, maar dat is wel grappig als je in zo'n auto zit en gewoon zegt, ja, I'm a housewife. Ja, klopt. Dat is... Maar ja, ik ben ook ondernemer, hoor. Daar niet van. Ik vind ook, zeg maar... Oh, wacht even, ik ben niet scherp. Ik vind ook, zeg maar... Als je een huisvrouw bent en je zorgt voor het huis, voor rust thuis, voor de kinderen, dan verdien je ook gewoon om een dikke auto te krijgen. Want dan ben je zeg maar, je bent zeg maar de basis van, even kijken, want je bent weer niet scherp. Maakt niet uit. Je bent zeg maar de basis van het huis. Jij zorgt ervoor dat de man succesvol kan zijn. Klopt. En dan verdien je gewoon, waarom ben je niet scherp, denk ik? Dan verdien je gewoon om goed behandeld te worden als een prinses. Dan verdien je gewoon om een dikke Range Rover te krijgen. Snap je dat of niet? Ja toch, dat is hoe het gaat. Ja toch. Ja jongens, dat was even ik. Nu is het wel jouw beurt, jongens. Yes, zijn er. Ik ben binnenkort niet meer nodig, jongens. Geef me werk. Deze gaat onder mijn kussen. Voor de veiligheid. Ik heb gezien bij Vikings, daarom kan ik goed bij hen denken. We hoeven niet meer te kijken. Wat kost die? Wat is de schade? 40 euro voor een bel. Dat kan toch niet? Ja, die kortingscode bijl 20. Misschien kun je beter deze kopen, man. Eigenlijk wel, ja. Maar ja, het is nog duurder. We willen besparen. We doen zelf. Hebben we handschoenen nodig? Kom voordat het donker wordt. Voordat het donker wordt. Waar komen jullie vandaan? Smeerlaag, net gesport. Oh, jullie hebben gezegd. Ah, oké, ik kom van boven. Ja, ja, ik ga ook zo naar boven. Maar jij moet, we moeten eerst even iemand de nek afhakken. Lekker, man. Jullie hebben getraind al? Ja. Wat hebben jullie getraind? Borst. Lekker, man. Ik moet ook borst hebben. Hak maar de vak. Maat, als nu iemand stoel doet, hè. Op de weg. Wauw. We komen eraan, boom. Ben je wakker geworden? Hey. Hey, kijk eens, ik ben ook hier. Hoi. Hij wil niet zijn ogen openmaken. Hij laat zijn ogen doen. Jongens, we gaan hout hakken. Dan moeten we er wel een beetje uitzien als een houthakker natuurlijk. Dus, we gaan even een kleine switch doen. Toch gewoon. Dit moet er toch gewoon zijn, of niet? Dit is een echte houthakker ding. Nou, Dorotina gaat boodschappen doen met de kleine. Nou, zie ik er nu wat meer beter uit als een houthakker? Moet ik ook een ander broek. Zie ik het in? Zie ik goed uit nu? Ja, je hebt ook eentje zonder mouwen als je wilt. Ja, maar het is koud toch, hè? Ja, is goed. Maar ja, misschien wel vet zonder mouwen.
en een korte broek volgens mij moet je hebben. Ja, geen zomer hier, hè? Nou, Wip, je springt in die water achter het huis, waar heb je het over? Toch, jouw Bobby, die probeert allemaal te zeggen. Oké. We maken een kleine switch, jongens. Zodat jullie die biceps iets beter kunnen zien. Wauw. Kijk, nu hebben we beweging. Jongens, we gaan straks ook nog chest pakken, dus we zien dit gewoon even als de warming-up. Waar moeten we beginnen? Ik denk dat we eerst gewoon wat van die takken weg gaan halen. En daarna kunnen we pas beginnen met dit. Oké, dat gaat. Nou, dat gaat best goed, hè. Ik had net gekeken voor mijn ogen, er sprong bijna een tak in mijn oog. Maar het is deze wel scherp genoeg. Hij stelt me een beetje teleur. Dat bond je mek. Oké. We worden warm. Deze kleintje. Zie, jij pakt hem op de juiste punt. Met dat je. Oké. Nu komen de moeilijke stukken, denk ik. Dadelijk lens kapot. We kunnen ook zeggen, we doen eerst deze eraf. En dan pas naar die kant. Dan hebben we tenminste wel een stukje daar. Dan ik kijken met die vogelmest. Is er niks in? Is er niks in, hè? Nee, man. Voordat je eigenlijk gecanceld wordt door... Lang verhuisd, die vogels. Wel gek hoe ze dat bouwen, hè? Check gewoon hoe ze dat nestje zelf bouwen met takjes. Fucking ziek eigenlijk, man. Hoe de natuur werkt. Geloof me, als wij dat moeten doen, kunnen we dat niet. Een nest bouwen op deze manier. China. Wat is wie motherfucker? Even een foto naar mijn vader sturen. Even trots maken. Kijk, ik doe ook hout hakken. En door. Het enige waar ik iets voel is mijn vingers, man. Ja? Mijn vingers zijn zo, krijgen zo een beetje kramp of zo. Waar zijn die triceps? Oké, next. Stukjes in sterk, die laatste stukjes. Hop, ja. Weet je wat dit is, mensen? Ik ben normaal niet goed in werken met mijn handen en zo. Misschien ben ik wel goed, maar ik hou er gewoon niet van. Ik hou gewoon van werken met mijn hoofd. Maar dit hoort er ook bij, man.
Vooral als je eigen huis hebt, vader bent, dan moet je zulke dingen ook gewoon doen. Ook al is het niet leuk. Ik hou niet van grasmaaien, ik hou niet van dit, ik hou niet van boormachines. Liefst laat ik dat gewoon allemaal doen en doe ik waar ik goed in ben. Maar je moet het wel kunnen, denk ik. Anders ben je altijd afhankelijk van anderen en ik wil juist zo min mogelijk afhankelijk zijn van anderen. Het was even opwarming. We gaan nu naar de laatste voor vandaag. Dat is gewoon hier door midden. En dat gaat wel een moeilijke worden. Ik zeg je eerlijk. Ik denk dat die me wel even kapot gaat maken. Voor de mensen in de comments. Ben ik pussy? Of is dit ding gewoon bot? Check het even. Ja, we zijn, even kijken. Op 30%. Mijn vingers doen pijn, man. Oké. Het zijn op de helft, denk ik. Huh? Kunnen we niet breken, zeg maar. Wow, mijn vingers lijken gewoon gekneusd. Ik zweer. Hij is echt bijna door, man. Ja. Oh, de. Motherfuck. Ik zeg eerlijk, ik heb het onderschat. Maar dit is wel een lekkere training, jongens. Ik ben gewoon aan het zweten. Ik voel het in mijn armen, in mijn rug, in mijn buik. Laten we gewoon met z'n allen naar het bos gaan. Maar dan krijgen we weer een natuurbescherming bullshit. Dit is een boom. Hij is omgevallen, jongens. Dus deze moest eraf voor de natuurbescherming. Maar tip van de dag. Koop gewoon een elektrische... Hoe noem je dat? Open haard. Hoe? Open haard. Nee. Een zaag. Een... Ja, dat. Koop gewoon een elektrische zaag. En dan ben je sneller klaar. Maar wil je een goede workout, wil je zweten, wil je het voelen? Koop een fucking bijl. Ja. Kettingzaag. Kettingzaag, juist, kettingzaag. Besef wat mijn vader en andere mensen in Kosovo en in andere landen misschien nog steeds moeten doen voor hout. Zonder kettingzaag. Zweten. Kom uit jullie comfortzone. We gaan even lekker opfrissen en naar de gym. Chest day. Ik heb me even opgefrist. Ik was helemaal aan het zweten. Goeie workout met die bel. Maar we gaan toch even nog die chest pakken. Het is vandaag chest day. Ik heb wel even wat energie ook nodig. Killer lemon, die zure. Ah, ik zeg je eerlijk, dat zure dat maakt je wel even lekker wakker weer. Ah. Hoi mama. Hallo. Wat is?
Nee, niks met jou. Ik krijg gewoon kortsluiting, bro. Kijk, dit is wat zeg maar personeel naar mij geeft. Als ik dit al zie, zoveel tekst, terwijl ik een opname zet, dan krijg ik al een hele gekke kortsluiting. Maar dat is omdat personeel mij altijd om goedkeuring wil vragen. En ik probeer ze nu te zeggen van, maak soms ook gewoon eigen keuzes. Want als ik voor alles goedkeuring moet gaan vragen, dan ben ik continu bezig met dingen waar ik niet mee bezig moet zijn. Maar dat is normaal. Ze willen het wel goed doen natuurlijk, dus dan vragen ze om goedkeuring. Maar ik heb goede jongens, dus ik vertrouw ook dat ze hun eigen keuzes kunnen maken. Oké, we gaan even 60 kilo. 60 kilo zo vaak mogelijk duwen. Dus normaal doe ik hem ongeveer, volgens mij 35 keer heb ik hem gedaan. Maar ik voel me wel zwak van wat we net in de tuin hebben gedaan. Dus ik ben benieuwd hoe vaak ik hem nu doe. Ben je gelijk waar, gelijk een pomp. Ik had niet verwacht dat ik het 40 keer zou doen. Het doel is wel om een 50 te... Ja. Het doel is wel om een 50 keer te doen. Maar dat gaan we een andere keer uitproberen. Waarom ik dat doe? Ja, ik vind het gewoon leuk om te weten hoe vaak ik een bepaald gewicht kan duwen. Ik krijg er ook een hele goede pomp van. Ik voel het de volgende dag ook heel erg, meer dan dat ik hem zeg maar gewoon een paar keer doe. En gewoon voor de spierconditie denk ik dat het ook goed is, ook omdat ik een beetje flexibeler wil worden met kickboksen en zo. Merk ik gewoon dat het snel pushen van gewichten voordelen heeft. Maar in bodybuilding opzicht, om meer spiermassa te bereiken, hoef je dit niet te doen. Dus ik doe dit puur omdat ik het leuk vind voor mezelf. Even die 100 kilo. Yes. Warming up, 100 kilo. Kijk, doe hem nog één keer. Ja, pak alleen omhoog nu, hè. Ja, raak hem maar gewoon. Ja. Als ik roep help, Chuck. Dan... anders zeggen ze even anders ziet er niet... Ja, ik wou net zeggen, het ziet er niet uit op beeld. Kom op, jongen. Rush. Oh. Ja. Ja. Kom op. Up. Kom op. Ja. Machine. Up. 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 Kom op. Oké, thanks man. Alternatief voor flyers. Squeeze. Zo ver mogelijk naar achter. Voelen in je borst. Als je met je schouders voelt, dan doe je iets verkeerd. Je moet eigenlijk doen alsof iemand aan het knuffelen bent.
Weet je. Dus om rustig af te ronden en een gym te zoeken met meer gewicht. We gaan alleen naar het einde. We kijken niet naar links. We kijken alleen naar het einde. Nee, grapje. Jullie weten het. Ik ben niet arrogant. Maar ik push mezelf wel om tot het uiterste te gaan. Als ik in een gym ben. En ik zie wat de zwaarste gewichten zijn. Dan wil ik wel daar naartoe werken om ook ooit die zwaarste gewicht in die gym te kunnen pakken. En ik heb natuurlijk heel mijn leven getraind in een andere gym, old school gym. Daar gaan ze volgens mij tot 60 kilo, dus dat heb ik ook al gedaan. Dus ik wist gewoon dat ik deze gewoon rustig kan doen. Maar ik wil wel richting die 70 kilo dumbbell press gaan doen voor de chest. Nou ja, ik neem jullie mee in het proces. En om hem af te maken altijd, even die hammer curls. 4-5 keer. Dames en heren, water is op, pre-workout is uitgewerkt, we hebben een fucking boom gehakt, ik voel het nog steeds aan mijn vingers, super lekkere workout. En we hebben ook nog eens chest en biceps getraind, ik hoop dat jullie de leuke video vonden, abonneer, laat een leuke comment achter, gooi die duimpjes omhoog, want we gaan heel veel content maken, informatieve content, leuke content voor jullie op YouTube. Dikke SO naar jullie, ciao!